Het waterpeil in het Van Blommesteyn Stuwmeer is aan het stijgen. Minister David Abiyamoffe van Natuurlijke Hulpbronnen zei gisteren tijdens de regeringsraadsvergadering dat de stijging goed nieuws is voor de energieopwekking. Wij zien een lichte stijging van een tiende voet per dag. Wij denken dat we toch richting eind augustus dat we nog steeds onder de roelcurve en een beetje technisch woord. Maar het heeft ermee te maken, er is een bepaalde, door de jaren heen hebben we een bepaald gemiddelde van het waterniveau op het Stuwmeer. En ik moet aangeven, indien de regens aanhouden op ditzelfde niveau, dat wij tegen augustus nog steeds onder die curve zullen zijn. De bewindsman wijst erop dat Suriname nog niet uit de hydro-energiecrisis is. Hij deed een beroep op de samenleving om zuinig om te gaan met het gebruik van elektriciteit. Dus we zijn nog niet uit de precaire situatie wat de opwekking van hydro-energie betreft. Het beroep nog steeds dat wij doen op de samenleving is om zuinig te zijn met het gebruik van elektriciteit. Wij zien deze week een daling in de piekverbruik, waar wij nu rond 222 megawatt zitten. We hebben tijden gehad van boven 240, 245 megawatt. Maar dat heeft te maken met de periode van het jaar. Het is koeler, regens, ja, mensen gaan minder verbruiken, maar nog steeds doen wij het beroep op de samenleving om te letten op het verbruik. En ook vanwege de aangepaste energietarieven. Abiyamoffe zegt dat hij zelf zijn eigen meterstand bijhoudt en let op zijn verbruik. Hij adviseert de samenleving ook hetzelfde te doen, zodat het duidelijk wordt wanneer aan de handrem getrokken moet worden.